Ik ben weer gewoon terug op, nou ja, het is nog geen 9:45, maar op 9:45. Ja, nou dat is heel fijn, dat voelt wel comfortabel voor ja, jou. Het voelt toch, ja, het voelt maar dat voelt is wel, toch... met oude mensen die hebben dat wel vaker. Hè? Die willen dan, alles moet gewoon een beetje hetzelfde blijven. Lieve Marianne, wietsen is een lul. Maandag 21 februari. Er is nog geen oorlog, de Russen zijn Oekraïne nog niet binnengevallen en volgens Maarten van Rossum gaat dat ook niet gebeuren. De winterspelen zijn inmiddels wel voorbij. Ze zeggen wel eens dat Nederlanders te veel medailles winnen bij het schaatsen. Dat het schaatsen internationaler moet. Nou, dan moet je eens kijken naar het langlaufen. Daar zijn 75 medailles te halen. En daarvan zijn er 78 gewonnen door de Nooren. Ze hebben er ook allemaal hele vreemde onderdelen aan toegevoegd. De combinatie langlaufen en schanspringen. Combinatie langlaufen en geweerschieten. Combinatie langlaufen en een kip grillen. Combinatie langlaufen en een 4-sterren sudoku. Combinatie langlaufen en 5 ringen in de sneeuw pissen met een plast uit. Het houdt niet op. En al die onderdelen worden gewonnen door de Nooren. Zeg eens iets over ons schaatsen. Waarom zijn er bij schaatsen niet meer combinaties? Zoals schaatsen en viruljeppen, schaatsen en korfballen. Schaatsen in een rood-wit shirt en op muziek van Marco in je blote reet bij een temperatuur van min 30 vlak voor de finish nog een dikpik sturen. Dat zijn dingen waar wij goed in zijn. De 49-jarige Claudia Pechstein heeft al bekendgemaakt dat ze de volgende keer gewoon weer naar de Spelen wil. Het worden dan haar 8e Spelen. Afgelopen Spelen heeft ze niet zo goed gepresteerd. Volgens haar kwam het vooral omdat ze het startschot niet goed hoorde. Ik fietste vanmorgen ook langs de Apple Store in Amsterdam. Nou, dat was niks raars. Het stormde alleen een beetje. Nou ja, die storm, hè. Vrijdag had ik de stoelen en de tafel en de plantenbakken voor de code rood van het balkon gehaald. Ik had ze binnengezet. Maar die storm was nog maar net begonnen. En er stonden alweer andere stoelen en een tafel en plantenbakken. Die kwamen overgewaaid van de overbuurvrouw. En een half uur later vloog de overbuurvrouw ook op mijn balkon. Volledig uit de kleren gewaaid. Een paar uur later komt mevrouw thuis. Hoe komt die vrouw hier? Ik vertellen. Nou, ze had wel eens een betere smoes gehoord. Er was sprake van 3 stormen in 4 dagen tijd. Dudley, Eunice en Franklin. Zo heten ze. Dudley, Eunice en Franklin. Goeie namen voor kinderen die over een maand of 9 worden geboren. Mama, waarom hebben jullie me eigenlijk Dudley genoemd? Nou, omdat ik eind februari op het balkon van de overbuurman zat. Nou, snap je? Je kunt er overal een grap van maken, maar er is ook een hoop ellende. Hier en daar daarvan. He, weggewaaide daken, lekkages, erger. Nou, toch maar een grap gemaakt, hè? Bij mij in de buurt, op een paar honderd meter afstand, diemen, iemand dood omdat er een boom op een auto viel. Ik heb het gelezen. Nou, toch maar een grapje, hè? Over het balkon en de overbuurvrouw. Maar stel dat die ellende is bij iemand die je kent. Is de belangrijkste factor voor het bepalen van de grens van humor nabijheid? Nou, dat ga ik eens bespreken met mijn collega's. Koningin Elisabeth is besmet met het coronavirus, maar ze blijft wel gewoon doorwerken. Of de vraag of zij wel wist dat ze in een risicogroep zat, antwoordde ze: nee, ik ben pas 95. Kijk, zo kun je ook in het leven staan. Dinsdag 22 februari, er is nog geen oorlog. De Russen zijn Oekraïne nog niet binnengevallen. En volgens Maarten van Rossum gaat het ook niet gebeuren. Poetin heeft wel een enorme hoeveelheid militairen gestuurd naar de pro-Russische regio's van Oekraïne. Die zijn, zoals hij het noemt, op vredesmissie in Oekraïne. Ik snap het, wij herdenken op 4 mei ook altijd de vredesmissie van Duitsland in Nederland. Voorlopig hebben wij wel andere problemen. De huizenprijzen zijn enorm gestegen. In de duurste gemeente van Nederland, namelijk Blarikum en Bloemendaal, ligt de gemiddelde verkoopprijs boven 1 miljoen. Dat is 5 keer zo hoog als in Pekela. Daar is de gemiddelde verkoopprijs 200.000 euro. Zoals mijn achterbuurman altijd zegt, je kunt dus het best een huis kopen in Pekela en dan het in Blarikum neer laten zetten. Het wassenbeeld van Leo Kleine is vorige week weggehaald uit Madame Tussauds. Het had geprobeerd het beeld van Gandhi in elkaar te schoppen. Ook het wassenbeeld van Glennis Grace is weggehaald, want dat stond heel dicht bij het beeld van Frank Lammers in een jas van de Jumbo. Omdat veel banken tegenwoordig een negatieve rente rekenen over je rekening, hebben meer mensen het cashgeld thuis in de kast, onder het bed, in een schoenendoos of tussen de nooit gelezen boeken van meer dan 75 bladzijden. Maar een vraagje: hoeveel geld, denken jullie, mag je belastingvrij in huis hebben? Nou, dat is €560. En ik wist dat toen mijn moeder vorig jaar overleed, vonden mijn broer, mijn zus en ik op allerlei plekken in het huis nog bedragen. Tussen de handdoeken, in een oude koektrommel, achter de 27 jaar oude stereo-installatie, overal. En wat denk je? Opgeteld
precies €560. Ja, de heerschopjes zijn daar heel precies in. Woensdag 23 februari, het is ochtend en er is nog geen oorlog. De Russen zijn Oekraïne niet binnengevallen. Volgens Maarten van Rossum gaat het ook niet gebeuren. Er is wel een kleine persoonlijke oorlog aan de gang. Een gijzelnemer is de Apple Store in Amsterdam binnengevallen. Hij eist 200 miljoen in cryptomunten. Een aantal mensen weten ontkomen. Een viertal heeft zich verstopt in een bezemkast. Een Bulgaarse man wordt onder schot gehouden, maar weet na 5 uur te ontsnappen door de deur die opengaat als een binnengereden robot water kon brengen. Ik had gelijk de volgende vragen. Waarom 200 miljoen in cryptomunten? Waarom niet eerst €5.000, ongeveer het bedrag van alle nieuwe oplaadsnoertjes die je bij Apple de afgelopen jaren hebt moeten aanschaffen? Hebben ze geen water in de Apple Store? 4 mensen in de bezemkast. Hoe groot is zo'n bezemkast? Hoeveel bezems hebben ze bij de Apple Store? Zie je? Ga je toch wat grapjes zoeken. Maar waarom een gijzeling? Waarom schieten op agenten? Waarom andere mensen een trauma voor het leven bezorgen terwijl er geen enkele kans op slagen is? Op welk moment denk je, ik heb een heel goed idee, ik ga mensen gijzelen? Waar komt die radeloosheid vandaan? De gijzelnemer wordt als hij naar buiten rent geschept door een auto en overlijdt later aan zijn verwondingen. Is het nou heel erg of juist net goed? De social media gaan er in ieder geval op los. En ik denk, wordt je mening bepaald door angst en agressie of door medeleven en compassie? Nou, dat ga ik nog even overleggen met mijn collega's. Donderdag 24 februari, het is ochtend. Het is wel oorlog. De Russen zijn Oekraïne binnengevallen. Volgens Maarten van Rossum is dit geheel tegen de verwachting en hij gaat het overleggen met collega's. Maar het is oorlog op Europees grondgebied. We zijn verbaasd. Bombardementen, vluchtende mensen. Ik kijk en ik luister de hele dag. Het voelt dichtbij, maar ik begrijp het niet. Dus ik blader nog maar even door de krant. Oh, we hebben ook problemen. Papieren rietjes. Sommige kleine kinderen sabbelen er zo lang op dat een rietje moeilijk in te slikken prop kan worden. En daarom het advies om kinderen onder de 3 jaar alleen onder toezicht een papieren rietje te laten gebruiken. Ik zou zeggen, kijk ook uit met een plastic rietje. Die zijn ook heel moeilijk in te slikken. En metalen rietjes passen in een stopcontact. Rietjes zijn sowieso gevaarlijk. Net als klei en zand en paaseitjes. Zeker bij kinderen tot 3 jaar. Maar moet je kijken als ze ouder worden. Dan gaan ze naar school. Weet je wat die vriendjes doen? En let de juf wel goed op jouw kind. Je kan hem maar beter de hele tijd heel dicht op zitten. Mijn dochter is 26. Die slaapt heel vaak bij haar vriend. Nou, ik lig ernaast hoor. In de gaten houden. Je zou natuurlijk kleine kinderen ook iets te drinken kunnen geven zonder rietje. Maar dat zou wel een hele makkelijke oplossing zijn. Nee, en niet alle gevaar kunnen we voorkomen. En het kan nu inderdaad zijn dat er ergens in het land een kind bijna echt ingestikt is. En wat dan? Dan is het diep verdriet. En waar liggen de grenzen van relativering? Ik ga dat bespreken met mijn collega's. Vrijdag 25 februari. Ja, er is echt oorlog. Ook Maarten van Rossum heeft het nu toegegeven. ABBA-zanger Björn gaat na 41 jaar huwelijk scheiden. Zijn vrouw krijgt wel een 3D-projectie van hem waar de hele dag naar kan kijken. En Cary Brooker, zanger van Procol Harum, is overleden. Onder andere natuurlijk de zanger van Why the Shade of Pale. Een schitterend nummer. Ik kan regelmatig in tranen raken door dat nummer. Maar waarom? Want ik zal even de vertaling geven van het refrein en het laatste couplet. Refrein. En het was zo dat later, toen de molenaar zijn verhaal vertelde, dat haar gezicht eerst alleen nog maar spookachtig veranderde in een wittere tint dan bleek. Couplet. Als muziek voedsel voor de liefde is, dan is lachen haar koningin. En evenzo als achtervoor is, dan is vuil in werkelijkheid schoon. Mijn mond tegen de tijd als karton scheen recht door mijn hoofd te glijden. Dus we doken er direct snel in en vielen de oceaan bodem aan. Nou, ze zeggen wel eens iets over de teksten van Bluff. Nou, dan moet je eens luisteren naar Procol Harum. Maar zo zie je maar. Voor de mooiste dingen in het leven heb je niet de juiste woorden. Maar het hart verstaat het allemaal. Voor sommige dingen zijn dat gewoon niet dus die woorden. Mag je wel overal grappen over maken? Mag dat als je daarmee wat ruimte wil geven aan mogelijk opkomende somberheid? Mag je bijvoorbeeld nu gewoon carnaval vieren? Nou en of! Een heel prettig weekend. Ga er maar op los en we zien elkaar volgende week.